Nou, het is nog steeds een regenachtige zaterdagmiddag. Guus, vind je het leuk? Omdat het zo slecht ging, hebben jullie gemixt. We zijn klaar met eten. Ik doe wel mee. Nou, daar hebben we niet heel veel aan. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is zaterdag, Eline, Merel en papa zijn werken. Het is hockey, dus papa was klaar werken, die is even gaan slapen. Stan of Nout die fietst naar huis, want die mist nog hockeykleren. En Stan heeft gisteren zijn benen, zijn kuit verrekt, dus die gaat niet hockeyen, maar wel kijken. Er zijn er 5 niet in jullie team. Ja, er komen 4 invallers. Ja. Dus precies 11 mensen. Had misschien beter de wedstrijd niet door kunnen laten gaan achteraf. Ja, de andere team heeft ook een paar die niet mee. Ja, en Merel en Eline ook al. En daar je in stof. Ja, mama die gaat opruimen en stofzuigen hier. Want het is een grote bende. Nee, zij een handdoek. Ja, dat zie ik. En dan gaat mama ook opruimen, goed? Nou, het is nog steeds een regenachtige zaterdagmiddag. Ja, en ik ben aan het iPad kijken. Jij bent aan het iPad kijken. Guusje heeft de huiswerk gemaakt en die ligt ook lekker tv te kijken. Maar liefst lekker tv aan het kijken. Dan mag jij opeten. Papa die is ook bij de hockey, die was nog corona wacht. Niet doen. Die is nog corona wacht bij de wedstrijd van Merel en Eline. Ik verwacht dat Stan en Nout zo zullen zijn. Ja, ik vind het koud. Ja, ik heb de verwarming net een beetje hoger gezet. Mama vond het ook koud. Mama had ook koude voeten. Dat klopt. Mama is aan het werken. Mama heeft de computer bij. En zo zijn we toch gezellig samen. En blijven we maar lekker binnen, hè? Want het is echt zo vies. Mama. Ja, liefje. Ja, wij hadden samen tent gemaakt in bed, hè? Vanmorgen. Toch? Ja. Ben je een beetje moe? Wil je even slapen? Nee. Nee? Ja, dat is goed, schatje. Dus ja, wij maken er maar een lekker een gezellige zaterdagmiddag thuis van, hè? Hé, mama! Ja? Ja, het is wel droog nu. Dan ga je zo meteen even kijken. Toch? Ja, dat weet ik nog niet. Maar ik ga zelf betalen. Maar als van mama mag, dan is het van mama. Ja, maar dan doe je dan wel straks dat mama even meeloopt, hè? We hebben al een wafel op. Ja, we hebben al een wafel gehaald. Er staat de oliebollenkraam met wafels en churros. Ja, superlekker. Ik heb mijn wafel. Jij had churros. Jij had lekker churros. Wij dachten als wij niet naar Spanje kunnen, dan halen we Spanje maar naar ons. Eet we lekker churros? En er staat ook echt Spaanse churros. Ja. En ze waren heel knapperig. En ze waren lekker. Ja, klopt. En dan zijn we kijken of ze er nog liggen. En dat gaan we niet hebben. Nee. Dan gaan we straks maar eens kijken of ze open zijn met de springdingen. En dan kunnen we er altijd nog even naartoe lopen, goed? Oké, wij mochten van mama gaan springen allebei, dus dat gaan we nu doen. En we zijn er bijna, kijk daar is het. Ik weet niet of je het goed zag, wacht, niet echt zo. Zo, heb je er zin in? Ik ook. En wie gaat als eerst? Ga jij maar als eerst. Oké. Ga ik daarna wel. Zeg jij dat schat? Ja. Even wachten totdat hij klaar is, want sis, nu is Guus aan het springen en ik ben er alweer van af. Guus, vind je het leuk? Heel leuk. Hoe vond jij het springen? Heel leuk. Maar we gaan dus zo meteen weer naar huis als zij klaar is.
De jongens zijn inmiddels ook thuis van de hockey. Hoe is het gegaan? Slecht. Ik deed niet mee. Jij deed niet mee. Hoe ging het nou? Hoeveel hebben jullie verloren? We hebben het niet afgemaakt. Nee? Nee, uiteindelijk ging het team splitsen. Oh. Toen zat ik wel in het winnende team. Oh. Omdat het zo slecht ging, hebben jullie gemixt? Ja. Oh. En dan stond in een minuut hadden ze 3-0. Wie hadden jullie als keeper? Arie. Oh. De kleinste van het cel. Ja, maar hij wilde het wel. Ja. Keeper. Ik snap wel. Niet keeper. Nee. En daarna hebben jullie ook nog bij de meisjes gekeken, of niet? Nee, dan zijn we naar huis gegaan. Oh, oké. Okay. Junior is in slaap gevallen, die ligt even lekker te slapen. Ik ga vast de tafel dekken, papa die gaat Grieks halen. En wij zouden nog even een potje rummy cuppen. Guus, dus als jij de rummy cup klaar zet hier op tafel... Hé, hey, mama! Mijn stressbal! Ja, dan doe ik nog even de tafel dekken voor als ze zo meteen komen. We zijn klaar met eten. Ja. Ja. Wil jij gaan kleuren? Ja. Ik zou zeggen, ga je mee buskruisje doen? Ja. Ja? Ja. Ela. Wie gaat er dan mee buskruisje doen? Ik heb heel veel spierpijn, maar ik wil wel meedoen als er meer mensen meedoen. Wie doen er mee? Ik. Jij kan ook wel meedoen, Chris. Van mama ruimt eerst op en doen daarna weer microfoon. Oh. Ik doe ook wel mee. Zullen we tafelen dan? Ja. Oh, dan kan Junior niet meedoen. Ik vind het zo leuk als jullie al meedoet met het busje kruid. Ik wil ook meedoen. Ik heb echt veel meer zin in tafelen. Ik wil ook. Ja, maar ja, tafelen meedoen. Kan jij nog niet. Ja, jij kan me heel goed hoor. Ga je mee tafelen? Ja. Oké, ik ga wel tafelen. Doe je schoenen maar aan of je laarzen. Of badslippers. Heeft hij die dan? Nee. En dan gaan we vanavond gaan we Lego Masters kijken. En rummikuppen. Ja. En rummikuppen. Doen we het met de nieuwe bal of met de oude? De oude, hè? Nee, de oude is veel te hard. De nieuwe is daar. Bedoel je? Oh ja, de nieuwe is veel te hard. Dat doet heel veel pijn in je handen. Wil je de schoenen aan? Moet ik jouw schoenen aan doen? Ja. Nieuwe. Oude. Nee, het is niet aan het regenen. Anders steekt hij zijn laarzen aan. Oh. Papa, 8 uur. 8 uur. Nou, dan zijn we om 8 uur terug van tafelen. 7:30. Kunnen we 1,5 uur tafelen. Papa, wat wil jij? De zachte, de iets zachtere bal of de superharde? Maakt mij niet uit, jammer. We doen de zachte. Harde. Zachte! Eline, welke bal wil jij? Maakt mij echt niks uit. Mijn ook niet. Ik doe niet mee. Ik doe wel mee. Ja, Stan is geblesseerd. Die heeft ook niet meegehockeyd, jammer genoeg. Kijk. Hier zit een lekkere rummy cup. Ik wil ook meedoen, maar ik was iets te laat. Oké, ik ga wel met mama meekijken, maar ik ga niks vertellen. En wie heeft er allemaal een joker? Nee, wij hebben geen joker. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik ook niet. Oh? Nou. Ben ik benieuwd dan? Nou, die is lekker goed geschud. Ja, dat kan niet. Dat maakt niks uit. Heb nou, mama het allemaal rijtjes. Als het zo in de doos gaat, dan kan het ook gewoon dicht bij elkaar komen. Nee, jawel. Jawel. Het zat allemaal in de doos en het is net uit de doos. Ik heb 1,13. Ik ook. Ik heb er 3. Nou, dan mag Stan beginnen. Stan mag beginnen. Met pakken. Oh. Nee, als je kan leggen, moet je leggen. Jij zit met pakken. Ja. Ja, je weet toch hoe die werkt. Voor mij is een paar jaar geleden dat ik dat heb gespeeld. Nou, even die andere ergens in het midden leggen, die steen. Je moet altijd met 30 uit. Nou, dan, en dan moet je pakken. Nou, stoppen met me helpen. Nou, doe niet met de klok mee. Ja? Klok gaat toch zo. Zo, je hebt lekker allemaal chocola op. Dat is moeilijk, hè, klok, hè? Hé, hey, hebben jullie een ijsje op? Ja. Oh, dat wil ik ook wel. Jij bent mam? Oké. Mam? Nou, daar hebben we niet heel veel aan. Pak je nee. Pak er maar één. Dat is toch al genoeg wat je daar hebt? Nee. Goed zo! Ja, ik kan niet rekenen. Stap jij Je moet met 30 leggen. Ik weet niet of jullie dat thuis ook doen, maar dat doen wij wel. Aan het begin moet je 30. Dat is de echte originele regen. Ja, dus aan het begin moet je 30 en dan kan je daarna gewoon leggen wat je wil. Kijk, Stan is 11 tot 13, dat is 30. Nee, niet mama. Nou ja, 36, maar... Mama is nu, ja. Dit was onze spelletjesavond. Ja. Ja, jullie doen nog 4 op een rij. En kan die winnen, Stan? Ik ben aan het winnen, ik heb er hier al 3. Oh. Waar is de
is de deksel. Zo komen we de tijd op de camping wel door. Hè? De corona en vakantietijd. Dat was, nee, vakantie is wel voorbij. Hè, maandag weer lekker naar school. Zin in, Eline? Nee? Guus is in de school? Nee. Stan, Guus in de school? Nee. Guus heeft vandaag huiswerk gemaakt. Ik vind dat zo, vond het altijd zo leuk om weer naar school te gaan na een vakantie. Echt heel leuk vond ik dat altijd. Maar het is ook een goed teken dat ze graag thuis zijn, toch? Ja, vond jij dat leuk om naar school te gaan? Ja. Ik wel. Ik vond het altijd heel leuk. Je moest van alle huiswerk, ja. Dus als je dat constant uitstelt, dan moet je in de laatste dag. Ja. Je moet vandaag 60 opdrachten doen. Op het begin van de vakantie stonden we dat geen huiswerk. Nog geen huiswerk. Maandag is nooit huiswerk. Nou, maandag gaat het toch wel huiswerk. Oh nee, geen huiswerk. Want alleen iemand die toets moet inhalen en bij biologie. Biologie staat dat hij het altijd voor tijdens de les. Dit was onze vlog voor vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe. Uitzetten. Mama, verrassing! Maar voor wie denk je dat deze is? Jullie weten al precies wat mama mooi vindt, hè?